Leerlingen van de 5e en de 6e klas van de OS Gakaba aan de Boven Marowijne hebben een bezoek gebracht aan de vicepresident Michael Ashwin Adin. De school heeft gemeend dit bezoek te organiseren om de kinderen kennis te laten maken met de bewindsman en de wijze waarop de Raad van Ministers in vergadering bijeenkomt. Vicepresident Adin heeft samen met de pupillen een RVM-meeting nagebootst. Die leerlingen meer te weten gaan komen over de vicepresident en over de raad van ministers. Want wij geven wel les over de raad van ministers, maar ze weten eigenlijk, ze hebben het nooit gezien. Dit is hun eerste trip naar de stad. En omdat zulke vragen op de toets voorkomen, willen we dat die leerlingen meer te weten komen en ook te zien, zodat wanneer ze die vragen zien tijdens de toets, dat ze die vragen vlotter gaan beantwoorden. Dus dat is ons doel eigenlijk, zodat die kinderen eigenlijk, het is een leerrijke trip voor die kinderen. Communicatiespecialisten zijn mensen die alles vastleggen. En hun zitten hier beneden. Begrepen? Ja. Let's go! Na dit bezoek gaan we, ze hebben geschreven natuurlijk sowieso, we gaan dan repetitie geven over dit bezoek wat ze allemaal hebben gezien. En ik denk dat dat mee gaat tellen ook. En dat ze, we gaan ze telkens vragen. En door dat telkens vragen en herhalen gaat het in hun hoofd blijven. En tijdens de toets gaat het zeker goed gaan. President bepaalt wat allemaal moet gebeuren. Dat noemen we beleid. Wat noemen we beleid? Alles dat er moet. Dus je zegt, dit zijn de doelen. Elke actiepunt dat geschreven wordt moet uitgevoerd worden. Wij vergaderen elke maand. 12 tot 4 uur. Woensdag hebben we kleinere groepen ministers. Wel, ik vind dat heel leerrijk, want die kinderen hebben vragen gesteld en wij mochten zelf tot uiting komen wat we daar nodig hebben enzovoort. Ja, dus het was heel leerrijk. We hebben wel wat eruit geleerd en dit gaat maken dat we misschien 80% of zelfs 90% kunnen halen bij de toets. Ja, gaan halen. Over het algemeen zijn de schoolprestaties wel goed? Ja, tot nu toe wel. Tot nu toe hebben we wel goede schoolprestaties. Want laten we zeggen, er zijn 2 vijfde, zesde klassen daar, 6A en 6B. En van beide klassen zou meer dan de helft wel slagen met eerste kwartaal en tweede kwartaal cijfer bekeken. Lief meneer, excellentie, meneer Ashwin Adin. Namens de leerlingen en leerkrachten van OS Gakaba willen wij dit aan u overhandigen. Het is het symbool van vooruitgang. Het heet een pagai. En in het Oukaans wordt het pali genoemd. En ik wil dat u, ik vraag van u dat u het even uitspreekt. Pali. Pali. Ja, het is een pali. En een pali is vooruitgang. Dus als je geen pagai hebt, is het moeilijk om vooruit te komen in een boot. Alleen in een boot zonder een pagai kom je moeilijk vooruit. En daarom hebben we dit aan u overhandigd als symbool dat u het land samen met uw gelederen dan vooruit brengt. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is de pagai. Als je roeit, dan pagai doet 2 dingen toch? Wat geeft het? Kracht. Kracht, ja. Om en het, ook? Richting. Richting, ja. Dus, nou, dat is hoe jullie ook moeten studeren. Hard studeren, maar op de juiste manier studeren. Want richting is belangrijk. Als je te veel aandacht links-rechts,
dan ga je niet in de juiste richting. Dus je aandacht moet zijn bij je les toegewijd. Dat noem je toewijding, juiste richting. En flink studeren. Veel tijd, energie erin stappen. En dat is hoe jullie Pali dat doet.